Ja, niet perfect of zo. Oh, dan moet je wel een beetje opschieten, want wij hebben alles al. What's good, motherfuckers? Ik ben hier met Marije Zuurveld. Hey. Applaus voor Marije G. Southfield, man. We zijn weer aangekomen bij een nieuwe aflevering van De Dikste Dealer, waarin ik erachter ga proberen te komen wie van ons de dikste dealer is. En dat doe ik vandaag tegen deze mevrouw. Hoi allemaal! Marije! Oh! Marije! Ja. Yes. Ah, leg eens uit wie je bent. Oké, dankjewel. We gaan iets doen wat dicht bij ons beide harten ligt. Het is heet vandaag. Klemmetje warm hier aan. Het wordt een spannende strijd. Ja. Het wordt een zweterige strijd. En het wordt een interessante strijd. Goed verhaal. Zeg even iets dieps. Always believe in yourself. Dat ga ik vandaag doen. Wow. We gaan vandaag voor elkaar kleding kopen. Het moet via Marktplaats, dus het moet op Marktplaats staan. Mm-hmm. En uiteindelijk is er een winnaar. En vorige keer was er natuurlijk zo, laat weten wie het leukste. En toen had ik gewonnen, maar dat was overduidelijk. Maar nu is het zo dat we willen kijken wie de meeste korting kan fixen. En degene die na 6 uur de meeste korting heeft, die heeft gewonnen. Oké, dus je mag ook zoveel mogelijk kopen. Jazeker. We hebben een beperkt tijdslimiet. Oh ja, en we moeten naar België. We gaan naar België toe. Ga je winnen? Ja, ik ga je verslaan. Dit is echt totaal niet overtuigd. Ja! Yeah! I believe in myself. Oké, let's go, we gaan beginnen. Veel kijkplezier. Bra! Goed, Marije en ik moeten dus in België binnen 6 uur een outfit voor elkaar kopen via tweedehands.be. Dat is de Belgische marktplaats. Het doel is om zoveel mogelijk korting te scoren op je outfit. Dus stel, ik koop een tante goede broek voor 5 euro. Terwijl die in de winkel eigenlijk 100 euro was geweest, heb ik dus 95 euro korting. Degene met het hoogste totaalbedrag en korting is deze aflevering De Dikste Dealer. Let's go! Ik denk dat ik een voordeel heb in vergelijking tot Marije. Omdat Marije een vrouw is en heel erg veel van kleding houdt. Dus die gaat heel kritisch zijn. Na de kleding. Die gaat heel kritisch zijn van is dit wel mooi? Past dit wel bij Kelvin? Is dit goed? Ik ga je vertellen, mij boeit het geen reet wat ik koop. Marije, sorry als ik een outfit voor je koop die fucking lelijk is. Maar het belangrijkste is dat ik gewoon die korting pak. Oké, ik ben dus nu op zoek naar items op tweedehands BE. En dat is zeg maar de Belgische versie van Marktplaats. Ziet er zeg maar zo uit. En ik kan je leuke items scoren. Oké, ik ben aangekomen op een of andere weirdest parkeerplaats helemaal in België. We hebben echt zeer in de auto gezeten, maar we zijn er. Ik heb ondertussen al wat dingetjes opgezocht, wat advertenties aangeklikt, wat chats geopend. Maar er waren al best wel wat mensen die aangaven dat ze niet thuis waren. Dus dat is wel een beetje jammer, want ik had echt oprecht hele leuke items gevonden. Ik wil natuurlijk wel een goede outfit. Die moet natuurlijk niet bij elkaar geraapt zijn, dus daar ben ik wel naar op zoek. En we hebben een broek gevonden, dus die gaan we nu ophalen. Ik heb aangebeld. Hi, ik ben Marije. Ik kom voor de broek. Dat is de broek. Voilà. Dit is de broek. Wat krijg je van me? 30 was het toch? Exact. Kijk. En hoe duur was die eerst? 110 misschien. Oké, 110. We houden het op 110. Ja, voilà. Dan hebben we 80 euro. Korting. Mooi. Boom, Kelvin. Ik ga van je winnen. Dankjewel. We zijn inmiddels in Antwerpen. En ik heb een blazer gevonden onderweg voor de prijs van 7 euro. Dus dat is natuurlijk spotgoedkoop. En ik kan hem komen ophalen bij haar. Dus ik trap het gaspedaal in en dan gaan we er vandoor. Let's go! Geen tijd te verliezen. What's good? Ze werkt hier ergens en ze was beschikbaar om mij eventjes dat jasje te verkopen. Dat gaan we doen. Hi. Hey. Hallo. Ik kom iets ophalen, mevrouw. Ja. Wat? Een jasje. Ja, inderdaad. Wat, mag ik iets vragen? Namelijk, weet u nog hoeveel de nieuwprijs is? 80 euro of zo. Oké, 80 euro. Oké, dat is toch netjes. En hij gaat weg voor? 7 euro. Ik maak het even over. Dus dat betekent dat mijn korting op dit moment staat op 73 euro. Dat is netjes. Zo doe je het. Zo run je die marktplaats tweedehands game, man. Let's go. We hebben de broek te pakken en ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het bij Kelvin gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons niet heel soepel gaat. Maar ik ga gewoon zeggen alsof het heel goed gaat. Hallo. Dag Marije Zuurveld. Hoe gaat het? Ja, hoe bedoel je hoe gaat het? Als in met mij of met de wedstrijd? Met de kleren. Ja, hoe het met jou gaat, dat maakt me niet zo. Oké. Ja, niet perfect of zo. Oh, dan moet je wel een beetje opschieten, want wij hebben alles al. Oké. Dat is netjes. Ja, wij hebben nog helemaal niks eigenlijk. Jullie hebben nog niks? Nee.
Oké. Nou, dan zie ik vanavond wel wat ik krijg. Dus als je nog een tip hebt, zo stuur maar even door. Nee, ik ga je niet helpen. Doei Marije! Doei Kelvin! Wat een liegbeest. Nooit dat zij alles al heeft, dat kan niet. En hoezo kun je alles al hebben? Het is toch gewoon fight till you have the most korting, of niet dat? Marije snapt de wedstrijd gewoon niet. Wat wel interessant is, is het feit dat ik een nieuw adresje heb. En daar ga ik even heen. 20 minuten later, ergens anders in Antwerpen, woont iemand met een G-Star rokje en die ga ik halen. Motherfuckers, let's go! Ik ben alleen niet klaar. Nummer 213. We arrived, motherfuckers. Hallo. Dag mevrouw. Hey. Hey. Dit is hem. Ja. Dit is een G-Star rokje. Ja. Ik heb hem zelf eenmaal gedraagd dus. Weet u nog hoeveel die kostte? Ik denk dat hij toen iets van een 89 euro kostte. 89? Ja, zoiets. Dat is fantastisch. En hij gaat weg voor... Ze maken hem even voor 20 euro. 20 euro. Dit is 20 euro voor u. Ja! Let's go, we hebben hem. Kijk, 89 min 20 is 69. 69 euro korting erbij. What's good, man? Dit gaat goed, dit gaat netjes. Ik ben hype. We zitten in een bistro. Even lunchen en even een plan van aanpak maken, want het loopt niet heel erg lekker. Ik heb hier een berichtje over schoenen, maar die geeft aan dat ze pas om 6 uur thuis is. Dus dat is een beetje laat. Het is dus 3 uur en we hebben nog maar 3 uur. Want dan is de tijd voorbij, dan moet de outfit klaar zijn. En tot nu toe hebben we alleen een broek. Ik ga Kelvin niet alleen in een broek daar laten staan. Dat kan niet. We hebben iets van, volgens mij hebben we iets van 130, 140 euro korting of zo. Nou ja, dat is een prima score. Dus, welkom bij McDonald's. U wordt zo snel mogelijk verder geholpen. Bedankt voor het wachten. Dat is netjes, vind ik. Dus dan mag je jezelf even trakteren. Ik heb een lichtblauwe top gevonden van het merk Tommy Hilfiger. Nou hebben we al iets van Tommy, maar ja, dat maakt niks uit. Ik vraag, kan ik het komen ophalen? Zegt ze ja, ik woon in Sint-Job in het Goor. Oké. En nu zegt ze dus, ik heb eventueel nog merkkledij hoor. Zal eens zien. En dat is top. Als zij gewoon een paar extra merkkleding dingen op Marktplaats heeft staan, dan kunnen we die ook gewoon kopen. En dan slaan we gewoon een dikke slag. Zo simpel is het. It's going very good, people! Yo! Ik ben ergens beland wat verdacht veel lijkt op een soort camping. Hier kan ik een hempje scoren. Ik heb zelf een tasje erbij gekregen. Ik heb stiekem een fotootje gemaakt, die zie je hier. Dit is het rek met kleren. Ik dacht toch even bewijsmateriaal. Ik had letterlijk alles kunnen kopen, maar heb ik niet gedaan. Ik heb dit Ralph Lauren truitje voor 5 euro gekocht. Fucking mooie trui. En ik heb een soort topje van Tommy Hilfiger. Die heb ik ook voor 5 euro gekocht. Ik ben heel benieuwd hoe het met Marije gaat. Volgens mij gaat het echt fucking slecht. Oké, we hebben een short gevonden en we hebben een tas gevonden. Dus als we nu weggaan, dan hoop ik dat we die advertenties niet cancelen. En dan hebben we gewoon bijna de hele outfit. Moeten we alleen nog even een goed paar schoenen. We staan in de lift. Kleinste lift waar ik ooit van mijn leven hier heb gestaan. Ik word helemaal claustrofobisch. Oh, hij maakt geluid. Hou op. Hallo. Hey, hallo. Kom een tas ophalen. Ja. Nou, dit is hem. We gaan hem zo omdoen straks. Ik kreeg 10 euro van me, toch? Ja, als je dat goed vindt. Dat vind ik helemaal goed. Ja. Zo, we hebben tas. Nu moeten we volgens mij 10 minuten in de auto. Dan gaan we het shirt ophalen. En ik kreeg net bericht dat we ook schoenen mochten ophalen. Dus dan is het hele feest compleet. Ze zijn wel prachtig. Ze zijn nog goed. Spint nu weer af. Hey, hoeveel wil je ervoor hebben? Liefst 100. Ja, kunnen we daar ook nog iets van maken? 90 van maken of zo? Dat kan ook daarvoor, ja. Ja, 90? Nee, is dat goed? Dat is dan redelijk. Dat is fantastisch. Als je een tientje terug hebt, dan zou dat top zijn. Hey, je hebt geen tientje. Ja. Mag ik? Zou ik dan misschien voor 80 nog hebben? Dat is niet heel handig, hè? Ja. Is dat goed? Ja, dat nice. Lekker man, dankjewel. Tada! Ik zou hem eigenlijk zelf ook wel graag willen hebben. De jongen zei dat hij volgens mij 50 euro heeft gekost. Dus we hebben lekker wat winst gemaakt op dit shirt. Of nou ja, winst. We hebben lekker wat bespaard op dit shirt. Hallo. Kom, schoenen ophalen. Ja, nice. Ik denk dat het een goede toevoeging qua kleur is aan de outfit. Helemaal top. Wat kreeg je van me? 40 euro. 40 euro. Ja. 40 euro. Kijk eens even, alsjeblieft. Dank je wel. Ja, bedankt. Hey. Ik heb een tas gevonden via tweedehands. Ik dacht eigenlijk dat ik al klaar was. Er was ergens vlakbij de grens met Nederland nog een vrouw die had een tas, een designer tas. Voor 100 euro. Die ga ik ophalen. En dit is haar huis.
Oké, what's good? Ik heb een tas voor 100 euro gekocht. Ik weet inmiddels niet eens meer hoeveel korting ik heb. Ik heb geen idee. Maar ik ga terug naar Amsterdam. En daar zal ik Marije treffen. En dan ben ik heel benieuwd wie van ons de dikste dealer is. Let's go. Let's go. Ik ga. Hey, we zijn terug in mijn huis. Het is inmiddels 6 uur later en we hebben allebei een outfit geregeld. Ik ga eerst mijn outfit aan jou laten. Ik ben altijd bang wat je voor me haalt. Ja. Random combinaties, dat je dan denkt van hoe kom je erbij dat dit bij dit past. Ik wens je onwijs veel succes met deze outfit swap. Tot straks! Marije, kom naar buiten in 3, 2, 1. Wat? Hey, Fabi! Wat is dit? Dit is toch prachtig? Dit is een soort van, hey, ik hou wel echt van goede sneakers, dus ik heb goede sneakers aan. En dan een soort van, een ja. Rock. Ja, maar dat is toch, nee, maar ik vind je er in één keer 5 jaar ouder uitzien. Oké. Okay. Ik heb oprecht iets leuks voor jou. Oké. Okay. Echt iets leuks, wat jij ook zou dragen, wat jij zou kopen. Dat kun je helemaal niet voor mij bepalen. Wel. Nee. Ik ga het nu halen. Oké. Okay. Oké, okay, let's change. Kom maar tevoorschijn in 3, 2, 1. Yo, man, fucks. Hé, hey, maar dit is toch leuk? Dit is zeg maar, ik ga naar een festival. Ja, ik zie ja, het is een betere outfit. Qua stijl dan de mijne. Ja, dat dank ik eerlijk toegeven. Dankjewel, maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat jij meer korting gepakt hebt. Daar zullen we vrij gauw achter komen. Het moment is aangebroken. Namelijk, we gaan één voor één. Eén van onze producten, één van onze pareltjes, gaan we zeggen hoeveel het was. This beautiful bag is in the shop. 200 euro. Ik heb 100 euro gekregen. Ja. Oh, ik had echt verwacht dat je 15 euro. Deze was in de winkel 25 euro. Ja. En ik heb er 15 euro voor betaald. Oh, 10. Oh, 10. Prachtige G-Star rock. In de winkel was die 80 euro. Ik heb er 20 euro voor betaald. 60 euro op je beeldscherm. 60 euro korting. De broek was 110 en ik heb ervoor betaald 30. Oké. Okay. 80 euro. Nee. Marije haar schoenen kosten in de winkel op de JD website 180 euro. Ik heb er 80 euro voor betaald. Wauw, maar ze zijn echt nog heel nieuw en mooi. Hey. Door naar jouw schoenen. Ze waren in de winkel. Ja. 100 euro. Ja. En ik heb ervoor betaald 40 euro. Nu wordt het mooi. De Hilfiger top die je aan hebt, de blauwe, kost 60 euro. Ik heb er 5 euro voor betaald. Ja, zie je wel. Jouw shirt was in de winkel, 50 euro. Ja. En ik heb ervoor betaald 12,50 euro. En dan komen we bij mij op een eindbedrag van 193,50 euro. De blazer was... Oh, blazer. Ja. Maar blazer. Die was 100 euro. Mm-hmm. In de winkel. Ik heb er 7 euro voor betaald. En dan de laatste, de witte Ralph Lauren trui, is in de winkels, 130 euro. Ik heb hem voor 5 euro gekocht. Ik heb hem voor 5 euro. Wat het in totaal komt op 533 euro korting. Hey! Ja, ja. Ben ik de dikste dealer? Hey! Pra, pra, pra. Dankjewel voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe aflevering van de dikste dealer. Marije, dankjewel dat je mee wilt doen. Dus plakken allebei heel erg van het zweet. Ik zie jou volgende week. Doei! Die haalde die hand er zo van, wat bedoel je?